Nieuwmond Suriname koestert de goede betrekkingen met zowel de Bamaka-gemeenschap als de overheid. Dit heeft Albert Ramdien, Senior Director External Relations van de Goud Multinational, laten optekenen door het Nationaal Informatieinstituut NII. Ramdien onderstreepte ook de goede verstandhouding met districtscommissaris Margaretha Malonti van Sipaliwini, bestuursresort Bamaka. De Nieuwmond vertegenwoordiger heeft dit naar voren gebracht tijdens een werkbezoek aan minister Edgar Dikaan van Regionale Ontwikkeling op woensdag 22 mei. Hij heeft met de minister van gedachten gewisseld over het aanhalen van de relaties en activiteiten in het Bamaka-gebied in Oost-Suriname. Ramdien zei verder dat de maatschappij bereid is een steentje bij te dragen aan de renovatie van de residentie van de Grandmang van Bamaka, die in een slechte staat verkeert. Het gebied wordt nu geleid door waarnemend Grandmang Jozef Forster. Ramdien heeft de bewindsman uitgenodigd een bezoek te brengen aan locaties waar lokale goudzoekers gecontroleerd bezig zijn in de kleinschalige goudmijnbouw binnen het concessiegebied van Nieuwmond. Leerlingen van Mulokana aan de Zanderij hebben afgelopen woensdag meegedaan aan een biodiversiteitsprogramma. Ze deden dit in het kader van Wereld Biodiversiteitsdag. Het thema voor dit jaar is Our Biodiversity, Our Food, Our Health, of onze biodiversiteit, ons voedsel, onze gezondheid. Het programma is georganiseerd door de afdeling Natuurbeheer van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, het Jan Starke Opleidingscentrum en WWF Guyennes. Ongeveer 70 jongeren trokken de unieke bossen van Jan Starke Opleidingscentrum de Zanderij 1 in op ontdekkingsreis en op zoek naar aanknopingspunten voor hun praktijkopdrachten. WWF Guyennes zet zich continu in om de natuur op diverse duurzame manieren te beschermen en de invloeden van de mens op de natuur te voorkomen en tot een minimum te beperken, meldt de natuurorganisatie in een persbericht.